staan op de Data Warehousing en BI Summit in Utrecht. En ik spreek met Peter den Haan, technisch manager bij IBM. Welkom Peter. Dag Bart, goedemorgen. Goed om hier te zijn. Interessant evenement, Data Warehousing, BI, bekende gebieden, maar zijn best wel in beweging vandaag de dag. Dus je ziet veel interessante discussies, veel vragen. Wat is jouw visie op de convergentie van machine learning, business intelligence en artificial intelligence? Ja, een hele hoop buzzwords die je daar zo bij elkaar noemt. Met name machine learning en nu zeker AI krijgt veel aandacht. Gebeurt van alles binnen bedrijven. Vaak als een nieuwe ontwikkeling naast wat ze al doen op het gebied van informatie en business intelligence en reporting. En dat zet best wel een hoop dingen in beweging. Het verandert allemaal. Dus bedrijven moeten er ook over nadenken hoe ze met dat nieuwe idee van machine learning wat alles oplost, hoe ze daarmee om willen gaan. En of het kan waarmaken wat de belofte is. Dat betekent ook, bedrijven moeten kijken naar tooling, naar mensen, naar kennis. Of dat alles goed op elkaar afgestemd is. En of ze de belofte van AI vandaag de dag inderdaad voor hun situatie stapje voor stapje kunnen invullen. In je sessie bespreek jij de steeds diverser wordende datalandschappen. Wat betekent dat en hoe moeten organisaties hierop reageren? Ja, ik noemde het diverser worden van datalandschappen. Het is eigenlijk een observatie die komt uit het feit dat bedrijven hebben vaak bestaande data-infrastructuur in hun business intelligence omgeving met vaste lijnen voor rapportage en dashboarding. En met alle dynamiek van self-service, van data science, van slimmer worden, moet er in één keer veel meer gebeuren met je data. Nieuwere data, andere data, snellere data. En dat betekent dat jouw operatie vanuit BI en databeheer moet daarmee om kunnen gaan. Het betekent dynamiek, diversiteit, verandering gaat de toon voeren. Je doet dat niet eenmalig, maar je bent er toch continu mee bezig. Dus het betekent verandering, geen statische omgeving. Dus een BI Competence Center moet eigenlijk die dynamiek gaan omarmen, moet dat gaan adopteren. En niet overlaten aan machine learning initiatieven die apart van de hele operatie in een klein kamertje met nieuwe mensen op basis van volledig nieuwe technologie gestart wordt. Nee, het moet uiteindelijk geïntegreerd raken in de operatie. Een klant moet combineren wat hij deed met de vernieuwing die hij zoekt. En dat betekent dat in het opereren, in het uitwerken van BI-vragen, eigenlijk je meteen al die machine learning en AI-vraagstukken mee moet gaan nemen. Dat is één paraplu. En die paraplu moet je gaan zoeken als organisatie. En welke visie biedt IBM? Visie heeft natuurlijk twee kanten. Een bedrijf moet zijn infrastructuur en zijn tooling op orde krijgen. Dus wij zien als IBM dat ook als noodzakelijk in bouwen van BI-tools, zoals wij dat met een Cognos Analytics uitwerken. Het moet nieuwer. En ook bij ons gaat de productontwikkeling snel. Cognos Analytics ziet vele, vele nieuwe mogelijkheden. Integratie met AI ook vandaag de dag. Maar naast technologie heeft het ook kennis en bedrijfsinpassing nodig. Dus dat is toch ook partnering met deskundigen. Onze eigen consultants, onze partnerbedrijven waar we veel mee samen doen. En ook de klant zelf moet opgeleid worden, moet het gaan adopteren om tot een succes te komen. Dus kennis en tooling, op allebei de gebieden moet je wat doen. En wij zijn daar vanuit IBM zwaar op aan het werken om onze producten te laten vernieuwen. En ook die combinatie te kunnen ondersteunen van zowel AI als klassieke business intelligence. En issues als datakwaliteit, privacy, data governance, ja. Kan dat met AI-oplossingen geborgd worden? Dat is een mooi statement. En je raakt precies de belofte en de verwachting die men heeft van AI. AI is een antwoord op alle vragen. En inderdaad, in dataomgevingen bij bedrijven heb je kwaliteitsproblemen, heb je beheersproblemen, heb je integratieproblemen. En ja, AI-elementen kunnen helpen. Maar het ontslaat je niet van de verplichting om ETL-processen te gaan uitwerken. AI kan helpen. Het mag een deel zijn. Het zou een deel moeten worden van je tooling. Maar het is niet het simpele antwoord. Je kan niet je huidige toolset overboord gooien en alles op AI zetten. Nee, je moet een wijze combinatie van beide gaan zoeken. En dat zie je terug in techniek.
En dat zie je ook terug in processen en denken. Dus er zit best iets provocatiefs aan. Mensen moeten uit hun oude comfortzone stappen om AI-ideeën en AI-mogelijkheden van tooling te gaan gebruiken. Laat het niet over aan de nieuwe mensen in het bedrijf die vanuit de universiteit met data science, techniek en deskundigheid binnenkomen. Nee, het moet wel in die operatie door mensen met kennis van de operatie opgenomen worden en gestuurd gaan worden in nauwe samenspraak met die nieuwe data scientists die slimmigheid binnenbrengen, maar die het bedrijf wel moeten gaan steunen en ondersteunen. Dat is een duidelijke conclusie, Peter. Dank je wel. Dank je. Leuk om hier te zijn. Ik moet zeggen, we gaan straks weer even verder kijken naar alle andere data warehouses en BI-thema's die hier vandaag langskomen.